daarmee weerspiegelt de kanon van nu ook meer dan de kanon van 15 jaar geleden, de manier waarop wij nu naar onze geschiedenis kijken. Ik ben blij dat Treintje er nu in ligt. Eigenlijk in zit in de kanon, maar die ligt bij ons in het Nederlands Openluchtmuseum. En zij vertelt het verhaal van de jager-verzamelaar. Marga Klompé is natuurlijk een mooi voorbeeld ook. Die de verzorgingsstaat representeert, maar ook een Arnhems meisje is. En is een, denk ik, een heel mooi vent, de eerste Nederlandse vrouwelijke minister. Ja, Anton de Kom, dat was een Surinaamse man. En in feite staat hij voor de strijd tegen racisme en tegen kolonialisme. En dat is een belangrijk gezicht eigenlijk voor die strijd die nog steeds gevoerd wordt en die heel belangrijk is. En wat het mooie is van deze kanon, dat het inderdaad een weerspiegeling is van die veranderde blik die we iedere keer weer hebben op de geschiedenis. En wat ik hoop dat de kanon ook zal doen, dat mensen zich over die geschiedenis gaan informeren,